Achter mij is niks te zien en dat is ook exact waarom ik hier sta. Wat u hier had kunnen zien, als het gras niet zo hoog had gestaan, zouden eventueel de resten kunnen zijn geweest van de alleroudste huizen uit Byblos. Die dateren uit het Neolithicum, dat is de laatste fase van de steentijd. En in ieder geval, het Neolithicum is voorbij zo 4000 voor Christus, maar we weten niet precies wanneer het in Byblos begint. De reden is, dat heeft iets te maken met de techniek van de opgravingen destijds. Het heeft ook te maken met het feit dat aardewerkdateringen heel erg moeilijk zijn. Er zijn hier twee soorten aardewerk gevonden. Het een komt uit het zuiden en dat wordt gemaakt vanaf 6500 voor Christus. Het ander komt uit het noordoosten en dat wordt eigenlijk het hele 7e millennium voor Christus geproduceerd. Het is erg weinig om een datering op te baseren. Dus we weten eigenlijk niet wanneer de eerste mensen hier zijn komen wonen. Ze hadden eenvoudige huisjes, ze gingen wel eens op jacht, ze gingen vissen. Akkerbouw bestond, maar er was niet echt groots. Dat kan hier niet, omdat er weinig ruimte is voor akkers. Ze hadden wat vee lopen. Kortom, het was een eenvoudige neolithische nederzetting. De doden werden in de huizen begraven. Aanvankelijk alleen de kinderen, later ook de volwassenen. En ze werden begraven in kruiken. En die vaasbegravingen, daar zijn er vrij veel van bekend. Die liggen in Byblos of in Beirut, in het museum, in de kelder. Zijn buitengewoon indrukwekkend. En mensen krijgen wat eenvoudige voorwerpen mee, waarmee je al ziet dat er iets van handel bestaat in deze hele vroege tijd. Maar inderdaad, er is dus geen fluit hier te zien. Het gras staat hoog. De vondsten stelden al heel erg weinig voor. Dus wij lopen snel verder.